we zijn dus drie posten aan voor de winnaar van de finale gisteren. Toen Matt Kirky zijn Kawasaki doodrende drie ronden voor tijd. En wij hadden het niet gezien. Bobrische. Al flink aan de leiding. Die Bova, een van onze jonge Belgische landgenoten. We hebben niet zo'n traditie in Supercross, maar dat heeft ook Yevgeny Bobrychev niet. Maar in feite, het is op kijk te worden voor de Zweedse kampioen. Ik heb het even gevonden aan deze zaak, dus dat een beetje het verstand op de gaat. Dat het allemaal niet zo mooi over, maar goed, het moet efficiënt zijn. En dan daarna mag het mooi wezen. Het kunnen niet allemaal Stefan Eemertje zijn. Op weg naar een gigantische overwinning. Het zijn kwalificatie. De man die